De grote vraag in de Achterhoek is natuurlijk, lukt het de Graafschap zondag om te promoveren naar de Eredivisie? Bij mij aan de bar Sjoerd Wijkamp. Jij zit namens de supporters in de raad van commissarissen bij de Graafschap en sportverslaggever Richard van der Made. Ja, nog één wedstrijd verwijderd van die Eredivisie. Gisteravond 1-1 in Almere. Ja, zondag de return, volgens mij een fantastische uitgangspositie. Ja, maar er werd al gevraagd, van sta je dan met één been in de finale? Nou, volgens mij heb je gewoon, zeg maar, om het een beetje figuurlijk te houden, je balbezit. 1-1 is nog helemaal niks. Het wordt gewoon weer een nieuwe finale. Maar waar het echt om gaat is natuurlijk dat daar 12.500 man zit. Met straks weer een fantastische sfeer. Kats uitverkocht, hè? Zeggen ze dan in Doetinchem. Ja. Kats uitverkocht. Hoe zat jij gisteren in dat stadion? Want het bleef echt spannend tot de allerlaatste minuut. Ja, ik ben eigenlijk te gênant voor woorden als je kijkt naar de rol die ik eigenlijk heb. Ik kom gewoon van de Spinnekop afkomen lopen, pak aan. En dan zit ik tussen mensen van Almere en ook van de Graafschap. En dan zie ik dus een bal er eigenlijk ingaan. Want ik heb dus serieus min anderhalf. Daarom ben ik al zo lang voor de Graafschap. Ik zie er helemaal niks van. En ik denk, die bal gaat erin. Dus ik juich daar en ik sta daar te klappen. En 5 seconden later zegt die man van Almere, hey Sjoerd, die bal zit er helemaal niet in. Maar nee, ga even weer zitten. Jullie gaan helemaal niet winnen hier. En ik ging zitten met zo'n boei. En 10 minuten later zat hij aan de andere kant erin. En toen kneep ik hem wel even. En als je dan toch teruggaat naar de uitslag, die 1-1 was wel heel lekker, hoor. Ja, die is ook heel belangrijk, hè, zo'n uitdoelpunt. Nou, jullie kwamen heel goed weg, hoor. Jullie kwamen uiteindelijk heel goed weg in de laatste minuut. Ja, dat is het verschil tussen de Achterhoek en Drenthe, waar Richard oorspronkelijk vandaan komt. Tuurlijk, dat voel ik ook wel. Maar dan wordt er weer vergeten dat wij gewoon eigenlijk dat eerste helftje was gewoon helemaal in controle. Was helemaal niet zoveel aan de hand. Je kreeg bijna geen kansen. En uiteindelijk zijn jullie gewoon goed weggekomen met die rode kaart en de penalty. Dat moet jij ook erkennen. Richard, ik ben manisch positief, dat ben ik mijn hele leven al. Dus wij gaan er gewoon voor zorgen dat deze opmerking, het zal zo zijn, oog van de naald. Ik heb altijd een naald bij me bij uitwedstrijden. We zijn er dwars doorheen gegaan. Dat klopt wel, hij heeft wel een beetje gelijk. Maar als je gewoon zag in de eerste helft hoe die wedstrijd begon, dan vind ik altijd heel belangrijk. In zo'n finale wedstrijd zie je in 5 minuten al heel goed wat voor wedstrijd het wordt. Uit bij Telstar, dramatisch. Was echt zoeken, er kwam helemaal niks uit. En nu vond ik dat je gewoon wel een overwicht had waarbij de echte man met verstand van voetbal wel gelijk heeft. Maar zal ik eens positief zijn? De Graafschap gaat wel promoveren, hoor. Dat gaat wel lukken. Ja, weet je. Komen we zo nog even over te spreken. Ik wil even terug naar die Spinnekop. Voor de mensen die niet weten, dat is het vak voor de meest fanatieke aanhangers van de Graafschap. Daar zat jij gewoon tot 2013, tot jij in die raad van commissarissen kwam. Hè? En nu zit je met zo'n mooi pak op de tribune. Stel nou dat de Graafschap promoveert. Richard gaat daarvan uit, hoor ik net. Ga je dan toch dat veld of moet je je niet inhouden, joh? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel. Als je eenmaal die rol hebt aangenomen. Ik heb toen ja gezegd toen ze dat vroegen. Natuurlijk doe je dat voor je club. Wat is er dan nog mooier dan dat je zoiets kan doen? En ook echt een eer als supporter zijnde. Maar dan word je dus nu gevraagd, want we hebben ooit een keer een heel vervelend moment gehad op de Vijfberg. Dus is er nu de vraag, natuurlijk mogen de mensen het veld op, maar liever niet direct naar de wedstrijd. Dus Sjoerd, oud-gediende van de Spinnekop. Geef het voorbeeld. Ja, of ga er zelfs een beetje voor staan. Dus ik ga het wel proberen en ik hoop dat mensen dat een klein beetje snappen. We gaan het ook omroepen. Maar kijk, je kunt ook eerst even met elkaar echt supermooi juichen. En dan we gaan even naar steunbetuigingen, want die kwamen uit de hele wereld. Ga even naar kijken. Hallo de Graafschap, die superfamers. Baie geluk en doen jullie beste. Como sabem, sou adepto dos de Graafschap desde pequenino. Falta jogo que é preciso vencer, portanto, muita força, superburren. Hey, mannetjes van de Graafschap, doet dat goed. Toi toi. Manen kindel, et terve Eesti hoiab teile pöjalt de Graafschap. Maar soovin teile edukat mängu. Ook in Rotterdam duimen veel Feyenoord supporters voor de Graafschap. Succes tegen Almere City en tot ziens volgend jaar in de Eredivisie. Ja, Sjoerd, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Want dit zijn toch niet allemaal Graafschap-supporters? Ja, ik geloof er niks van. Ja, nou, ik ben best wel een treurig persoon. Hè. Ik heb mijn kinderen en mijn vriendin zijn het belangrijkste in mijn leven. Maar heel dichtbij zit mijn voetbalclub en eigenlijk ook de regio Achterhoek. Ik vind het zoiets moois. Hè. Dat hoort ook helemaal bij mij. Dus als ik naar evenementen ga, want ik zit zelf in de evenementenbranche, kom ik nog wel eens op internationale evenementen. En dan ontmoet ik dit soort mensen. En voetbal is een van de makkelijkste ijsbrekers die er zijn. Alleen, ik geef het woord daar niet meer af. Ik vertel het verhaal van mijn club. Dat er een stadje is met 55.000 inwoners. Waarvan er gewoon 12.500 in het stadion zitten. En uiteindelijk krijgen ze allemaal zo gek dat ze dus dit doen, hè? Dat is het. Ja. Cool. Als we het dan over die supporters hebben. De Graafschap heeft het meest dramatische seizoen achter de rug. Dan heb ik over het vorige seizoen. Het dramatische seizoen misschien wel in 30 jaar tijd. Wat is er gebeurd? Waarom die ommekeer? Waarom gaat het nu zo goed? Nou ja, dat vind ik mooi om er nu natuurlijk te staan, nu je zo dichtbij bent. Maar vorig jaar waren er ook hele mooie momenten op die Vijfberg. Kijk, ik ben niet echt een echte voetballiefhebber. Ik bemoei me ook absoluut niet met voetbaltechnische dingen. Dat moet je me ook echt niet vragen. Ik ben
ik zou bijna zeggen, gelinkt met de supporters, met de sponsoren, met de achterban. Mijn hoofddoel, en ook eigenlijk ook in die hele club, die binding met die club, die een klein beetje weggeëpt was, dat is langer terug geweest. En het missen van de echte trots op die club, die is weer terug. En dan hebben we zo'n bijzondere club, dat als je een jaartje net geen nacompetitie haalt, dan nog staan ze aan het begin van het seizoen daarop weer allemaal klaar. Dus we mogen er nog niet echt over praten, maar als we gaan promoveren, is dit wel een beetje de promotie van de supporters. Dat durf ik wel een keer te zeggen. Zie jij dat ook zo, Richard? Nou, er heeft heel lang een negatieve sfeer gehangen bij de Graafschap, maar dat hebben ze inderdaad omgebogen de afgelopen jaren. En daar heeft Henk de Jong, de trainer, ook denk ik een enorm belangrijke rol in gespeeld. Want hij zorgt ervoor dat hij die club op een hele positieve manier verkoopt naar buiten. Dat doet hij goed. Hij kan ook een team smeden. Dat heeft hij ook dit jaar bewezen. De spelers gaan voor elkaar door het vuur. Er is heel veel vertrouwen. En daarom gaat de Graafschap terug naar de Eredivisie. Ja, ik wil even naar die populaire spelmaker van jullie. El Jebliefde van de week heeft hij bijgetekend. En hij gaf aan dat de supporters daar een hele grote rol in hebben gespeeld. Ja, Zegt hij dat omdat hij getekend heeft of is dat echt nee, zo? Nee, dit Wat is denk jij? Zo'n ongelooflijke leuke jongen. Als er iets gevraagd wordt bij een school of bij, dan staat hij er al. Ja, dit is toch fantastisch. Ja, dit is een fantastisch moment. En, ja, en hij gaat er dan in staan en hij zong het liedje een beetje verkeerd. Het is eigenlijk een heel lang liedje, maar hij zong bij de tweede zin al van dat we er zelfs nog staan als we degraderen of onderaan staan bedoel ik. Dus hij ging niet helemaal goed. Maar dit is nou echt een voorbeeld, vind ik ook, wat echt, dit is zo de Graafschap. Die jongen speelt om geloofsovertuiging altijd met een pyjama aan. Er is werkelijk helemaal niemand in Doetinchem die daarover praat. Die jongen werkt hard, die is van ons, die hoort bij ons. Dat is de kracht een van de superboer Graafschap. Ben je niet als je geboren bent zoals Straalman in de Achterhoek, maar ook. Je kunt ook echt een superboer worden, ja, dat wijst hij. Ja, het makkelijkste is in het hart is de regio en daar moeten we ook in blijven investeren om te zorgen dat die jongens er ook wel staan. Maar je ziet dat zo'n jongen als Youssef El Jebli, die past zo fantastisch erbij. En ik moet eerlijk zeggen, dat hele team heeft dat gesnapt. Er is niemand die er buiten. Wat als de Graafschap niet promoveert zondag? Ja, we hebben vanochtend om 8:00 met de Raad van Commissarissen ook op het stadion gezeten. Die was sowieso gepland hoor, die bijeenkomst. Maar dan heb je dus over, kijk, als we promoveren, dat is één slide, dan ziet het er ongeveer zo uit, dan komt alles goed. Dan schijnt de zon. Als we niet gaan promoveren, wat natuurlijk ook nog steeds heel reëel is, ja, dan wordt het weer knokken. Dan wordt het echt knokken. De Graafschap is laken servet en ik hoop dat we ooit een keer echt laken worden. Dat kan ook echt. Zeker nu met deze binding en deze trots. Alleen voor nu, als je in de Eerste Divisie blijft, wordt het echt knokken. Zowel financieel als met mensen die nog weer stappen maar extra knokken moeten. Kunnen ze in Doetinchem, dat hebben ze bewezen, toch Richard? Ja, heel kort even nog. Dit is ook wel echt de uitgelezen mogelijkheid om het nu te doen. Hè? Want als je volgend jaar nog weer in de Eerste Divisie speelt, dan heb je FC Twente, je hebt de Rode JC, dan je hebt misschien het, wel Sparta, lastig. Je hebt NEC. Ja, dan kom je niet zomaar even 1, 2, 3 terug. En nu wat met Almere City. Wat wordt het zondag, het even heel kort? 3-1. 3-1, Richard? 2-1. Jij noemde al even NEC, die hebben het niet gered. Hè? Uitgeschakeld door Emmen, jouw Emmen, mag ik misschien wel zeggen. Klein beetje. De trainer ontslagen, Pepijn Leinders. Zijn er al opvolgers bekend? Wie zijn er in beeld? Mario Been heeft zich al min of meer gemeld. Ja, die heeft een klein beetje gesolliciteerd voor de televisie. Dat hij wel open staat voor weer een terugkeer bij NEC. Is ook heel goed met de grote geldschieter daar, hè, van NEC, Marcel Boekhoorn. Dus het zou maar zo kunnen. En ik denk dat bij NEC heel hard nodig is dat daar weer wat sfeer terugkomt. De lach moet weer terugkomen, want het is, je had het net over dramatisch bij de Graafschap 2 jaar geleden. Maar bij NEC is het pas echt dramatisch geweest. Ja, daar ging echt alles mis. Daar gaat eigenlijk al jaren heel veel mis. Daar is de druk gigantisch. Daar spelen de investeerders op de achtergrond een hoofdrol. En daar moet eigenlijk weer rust komen. En daar moet een trainer komen die dat voor elkaar kan krijgen. En Mario Been is daar redelijk goed geschikt voor, denk ik. Ik zag hem gisteren op veld. Ik dacht direct aan Jack de Geer. Ik denk, die gaat het nu toch niet redden met Almere. Maar dat zeg ik dan als Achterhoekse. Even nog heel kort, Richard. Vitesse, gaan ze Europa in? Wordt lastig, hè? Ja, 3-2 gewonnen thuis op het nippertje. FC Utrecht is natuurlijk een stugge ploeg. Vorig jaar ook de play-offs gewonnen. Dus dat wordt gewoon een hele lastige wedstrijd in Galgenwaard. Waar de supporters er ook altijd enorm achter staan. Maar Vitesse is onder Edward Sturing wel echt in goede doen. Slechts 1 nederlaag in de laatste 7 wedstrijden. En de spelers zijn in vorm, zo laat in het seizoen nog. En Utrecht is dat iets minder. Dus ik geef Vitesse toch echt wel een hele reële kans nog. Laten we hopen dat het lukt. Beide wedstrijden zijn overigens live te volgen op Radio Gelderland. Zowel die van Vitesse Zeker. Als de Graafschap. Heel veel succes aanstaande zondag. Ja, en voor alle zekerheid is Kats uitverkocht. Kats uitverkocht, ja. Mooi, hè? Dankjewel, Sjoerd Wijkamp en Richard van der Maarden.